Want ik kreeg namelijk een berichtje. Ja, we zijn bij mama. Ja, we gaan eventjes wat drinken. En dan gaan we zo weg. Ja, helemaal geweldig. Helemaal top. Dus ja, is leuk. Zo, moest je kijken hoe mooi. Ja. Het is zo mooi. Hele goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen, dat zijn wij. Ja, dat zijn wij inderdaad. Het is vandaag zaterdag 4 maart 2023 en het is nu 13.34 uur, 34, dus het is 2:30 geweest. Ik sta dus nu op het mooie dijk van Den Helder. Tessel op de achtergrond, helemaal geweldig. En ik ga zo even kijken of ik naar mama toe kan en ik ga even kijken of ik Jan van Dam kan ophalen. Ja, want Jan van Dam die komt ook rond 2:50. En ik wil eigenlijk nog ook met mama dan en nog met Jan van Dam mee eventjes naar dat ene plekje waar ik vorige week ook ben geweest. Ja, dus ik weet niet of ze mee willen, en maar anders ga ik weer lekker alleen, want ik vind het wel een heel mooi plekje. Maar dat zien jullie allemaal wat we gaan doen. Komt helemaal goed. Maar ik neem ze wel lekker mee op sleeptouw. Ik probeerde dus nu net mama te bellen, maar die neemt niet op. Dus we gaan eens even kijken of ze aan het lopen is met de honden. En misschien dat ik haar eventueel ergens kan spotten. En terwijl ze mij dus dan weer niet ziet. Want dan vind ik het wel het leukste, zeg maar. Dat vind ik erg handig, mama spotten. En dat vind ik ook leuk. Dus we gaan eens eventjes op jacht of ik mama kan spotten met hondjes. Nou, hier zie ik haar al sowieso niet lopen bij de brug. Want dit mensen, deze brug die jullie hier dus zien. Deze hier dus. Ik zal even een beetje draaien. Deze brug, dat wordt namelijk de Mosterdbrug genoemd. Ja, van een helder. De Mosterdbrug, dat is deze brug. Ja. Maar ik zie mama hier dus niet lopen. Ik zal jullie weer even normaal neerzetten. Even om het hoekje kijken, dat kan ik wel, jullie niet. Nee. Ik zie mama hier dus ook nog niet lopen. Ik moet wel even binnen de lijntjes blijven, lijkt me handig, hè. Binnen de lijntjes rijden, Karin, ja. Nou, het is al groen voor ons, dus daar maken we gretig gebruik van. Gretig, ja. Dan we eens even kijken. Nee, ik zie haar hier ook niet lopen. Dus of ze zit op de wc, dat zou ook nog kunnen. Ik zie haar nog niet lopen, niks. Ik zie haar ook. Ah, ik zie haar wel lopen. Ik zie haar wel lopen, jongens. Ik zie haar lopen. Precies waar ik dus nu met de auto neer ga zetten, zie ik haar dus nu lopen. Ik zal misschien even kijken of ik haar zo kan filmen. Geduld, momenten. Yes. Daar staat mama dus. Aan de overkant. En ze heeft haar jurk aan. Ziet ik. Ja. Ze heeft haar jurk aan. Dus dat is wel handig. Moet ik wel goed blijven filmen vanzelf. Dus dan ga ik zo meteen weer een rondje rijden. Alleen dat weet zij niet. Elwing die staat al. Rijka is nog even wat aan het doen. En Elwin heeft mij al in de gaten, denk ik. Mama dus nog niet. Want mama gaat dus nou doorlopen. Kijk, check, 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 dubbel check. Ja, nou, dat is dus mama. Nou. Het zal mij benieuwen of mama mij zo in de gaten gaat hebben. Ik denk het haast wel niet, hoor. Maar ik ga zo weer even op een plek staan dat mama dus mij niet kan zien. Dus zometeen meer. Jullie gaan mama zo meteen zien lopen. En daar hebben we mama al. Mama heeft mij dus nog niet in de gaten.
Oh, mama. Mama heeft mij niet in de gaten. En de honden al wel. Maar mama heeft mij niet in de gaten. Totally not. Mama heeft mij niet in de gaten. Dat is het leukste. Wie heb ik bij me in de auto? Ja. Dat is Jan van Dam. Oh, want ik kreeg namelijk een berichtje van mama dat Jan van Dam er zou komen. En ik denk, nou, ik ga er bellen. Nou ja, dat, nou ja, jullie hebben mama al gezien in de vlog. Alleen dat weet mama niet en dat hou ik ook zo. Maar ik denk, nou, weet je wat? En dan haal ik Jan van Dam ook gelijk op met de auto. Ja. Want Jan heeft nog nooit bij mij nog in de auto gezeten. Ik denk, nou, dan is dit al gelijk de eerste keer. Dus mama belde mij net op. Eventjes een leuke prank zo. Helemaal goed, helemaal top. Leuk, 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 leuk. Oh, oh, oh. Dus ik zeg zo, oh, komt Jan van Dam dan? Ja. Oh, nou, dat is leuk. Nou, dan kom ik er ook zo meteen wel aan. Binnen nu en 5 minuten ben ik er. Nou, dat klopt ook wel ongeveer. Maar dan ga jij eerst gewoon dan en dan zet ik even wat even af. Laat ik jou gewoon eerst naar binnen gaan. Daarna kom ik. Dan valt het ook niet zo op. Nee. Wat erg ben ik. Ik vind hem niet leuk. Ja, leuk hè, dit hè? Ja. En dan doe ik net alsof ik jou nog niet heb gezien. Oh, wat erg. Ja, dat moet leuk blijven. En een opgezet plan, jongens, dit. Ja. Oh, heerlijk. En nou weten jullie hoe we dit gaan doen. Oh, ja. Dit is magnifiek leuk. Echt waar. Ja. Ja, en dat trein die was even eerder, mam. Sorry. Ja, daar, en daar kan ik toch op gooien. Wat hoort dat? Het trilt anders. Het trilt anders. Ja. Nee, maar daar kan je het zo meteen op gooien. Ja, en de trein die was eerder, dus ja, daar ben ik ja, dat was op afsluit dek had hij 5 minuten vertraging. Ja, maar, ik, maar, ik maar dat hoeft mama allemaal niet te weten. Zeker niet. Nee, 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 nee. Hij komt hier wel op tijd aan, dus... Ja, nou, dan zet ik jou hier af. Ja. Ja, nog even kijken waar ik heen moet lopen. Is, die kant op en dan die kant op. Oh ja. Ja, nou. Nou, we zeggen gewoon niks. Nee, daarom. We zeggen inderdaad gewoon even helemaal niks. Ik zie je zo. Niks, is ons geheim. Ja, daarom, precies. Ik zie je zo. Auw, dat deed zeer, Jan. Dus, dit wordt nog leuk, jongens. Dus hier gaan jullie zo meteen meer van zien. Dit is grappig. Echt, jullie humor is dit. Echt waar. Dit wordt leuk, jongens. Dit wordt zo leuk. Dan moet ik dus zo meteen lekker binnenkomen. Net doen of ik helemaal van niks weet. Dus dat wordt top. Nou, en dan gaan we straks ook weer de deur uit. Dan ga ik richting met hun naar de plek toe, naar Zeus. Ik weet al hoe ik moet rijden, dus het komt helemaal goed. Oh, dit is heerlijk. Dit is grappig. Dit is leuk. Maar weet je wie ik eerst zo meteen even ga bellen? Dat is, nou ja, nee, het is nog maar 2 uur, dus nee, dat ga ik niet doen. Ik laat Ro lekker vandaag eventjes lekker zijn ding doen. Die heeft vanavond weer een 12-uursdienst. Serieus, gewoon weer een 12-uursdienst. En dan moet hij om... Even kijken, van 6:30 tot 6:30. Dus hij moet om 6:30 werken, om 6:30 beginnen. Dus dat wordt nog wat. En ik moet om 8:00 werken. Dus mooi. Ja, dat wordt nog wat. Maar dat maakt niet uit, dat geeft niet, weet je. Nee. En dan zondag heeft hij nog een normale dienst. Van 10:30 tot 6:30. Dus we gaan het even bekijken hoe en de wat. En ik ga even kijken hoeveel abonnees ik heb. Ah, net er weer eentje vanaf, maar dat maakt niet uit. Geeft niet, geeft niet. Maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. Geeft helemaal niet. Eentje weer minder, maar maakt niet uit. Geeft niet. 679 abonnees, maakt helemaal niet uit. Top. We zijn goed bezig. Voor de nieuwe mensen, welkom op ons YouTube kanaal. We zijn onwijs blij met jullie. Laat even een reactie achter als je nieuw bent. En dan reageren we sowieso terug. Dus, en ik ben niet zo... Ik heb last van dyslexie. Dus hou me daar eventjes te goede. Roderick is, en dat gaat heel goed met tekst. Maar dan moet hij er ook tijd voor hebben en zin voor hebben. Want zoals jullie horen, hij werkt ook veel. 12-uursdienst, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ik wacht nog, het is nou 7:07. Dus wacht ik nog 3 minuten.
Toen moet ik wat bijblullen. Is leuk. En dan ga ik zo naar binnen. Doe ik net of ik aankom rijden. Hé, dat is leuk. Hé, Jan, ben je er ook al? Ja, dat is leuk. Hey, ja, ik krijg van mama te horen dat je ook erbij zou zijn. Nou, ik ben er nu ook. Ik ben er nu in 5 minuten. Nou, mama belde nou net rond 13:59. 59 binnen 5 minuten. Dus dat is, ja, tussen nu en 5 minuten. Ongeveer, nou. Het is nou 9, dus nog 2 minuten. Gaat goed komen, gaat goed komen, gaat goed komen. Ja, ik was even iets later, sorry daarvoor. Dat ben ik ook erg. Oh, heerlijk. Ik heb hier plezier in, wist je dat? Echt, ik heb hier zoveel plezier in. Oh, wauw, ik vind het zo leuk. Gewoon magnifiek, heerlijk. Zalig. Gewoon eigenlijk even pranken, dat is leuk. Gewoon grappig, waarom niet? Moet kunnen, ja toch? Ja. Nou, ik ga jullie even opbergen. En dan, nou ja, of niet. Weet je wat ik alvast ga doen? Ik ga gewoon alvast nu mijn motor starten. En ik ga aankomen rijden. Kijk, ga ik nu alvast even rijden. Niemand komt eraan. Dit ook trouwens even goed zetten zo meteen. Zo. Toppie, toppie, toppie. Mama heeft het toch waarschijnlijk niet eens in de gaten. Zo, oh, dan staat die auto er ook weer. Dat is leuk. Maar ik ben Karin, als ik Karin niet zou wezen, dat ik niet weet hoe ik moet parkeren hier. Hoe ver heb jij hem? Ja. Zo, dat is stikke mooi. Ga je nog piepen? Zo. Ik sta, jongens. Ja. Top. Het is nou 10 over, precies. Ja, we zijn bij mama. Ja, we gaan eventjes even wat drinken. En dan gaan we zo weg. Ja, helemaal geweldig. Helemaal top. Dus ja, is leuk. Hé, hey, hi schatje. Hoe is dat zo? Oh. Oh, en dan ga je nu al zo druk maken. Ga jij je nu al druk maken? Kom, naar binnen. Oh. Naar binnen, ja. Hé, Jan. Spoor jij wel? Nee. Doe maar! Hé! Hey. Nee! Terug! Ja, op de bank. Nee! Zo. Hi, mam! Hi, schatje. Wat ziet het er goed uit? Dank je, schatje. Show eens even. Show eens even. Ja, hoe ziet het eruit? Ik zou ook showen, maar... Oh, nou, show dan. Elwin, ga terug. Kom. Klaar nu. Nou, als jij dan over mijn volgers even wilt doorsturen naar mij. Want ik kan dit zelf niet doen. Nou, waar is uw camera? Kan niet. Oh, nou, dan niet. Jammer dan. Dus, nou, zo ziet hij er bevroren uit. Ja, van achteren. Oh, je hebt al die... Netjes toch? Hallo Jan. Hallo Karin. Gaat ie met jou? Goed. Lang niet gezien, hè? Nee, helemaal lang niet gezien. Nee. Goeie reis gehad dan? Zeker. Mooi zo. Ik wil wel even wat omreizen, maar werkzaamheden tussen Amsterdam en Almere, Amsterdam Hilversum. Uh-huh. Dus ik moest even met de metro tussen Amsterdam Zuid en Amsterdam Sloterdijk. Kijk. Nou ja, lekker toch? Dus het is mooi weer. Die, en dat, mooi weer, ja, dat heb jij zeker meegenomen. Ja, ook ja. Ja, bij mij scheen de zon ook al. Kijk, dat is goed. Helemaal top nieuws. Zo. We zijn lekker onderweg, weg. Ja. Alsjeblieft. Dat is 1. Ja, de helft. Kijk, de helft. Mag jij hebben? Dit is 2. Ja, dan moet ik eerst mijn portemonnee hebben. Ik kan allemaal in delen. Nou. Dit is humoristisch. Altijd leuk hoor. We blijven lachen. Je moet altijd blijven lachen. Ja, dat heb ik nog wel hoor. Ja, maar hij is nog brons van kleur ook. Ja, dus en? Nou ja. Dat is toch goed. En dan heeft u hier nog 1. Dat is een zilver met goud. Dan heeft u een heel raar papiertje. En de beste is deze.
Oké, nou, dan mag jij hem erin gooien. Erin gooien nog wel? Ja. Nou, dat ken u ook toch wel, hoor. Ja, dat weet ik. Nou dan. Maar ik ken niet alles tegelijk. Ja, tuurlijk wel. Gewoon even handjes in erbij toveren, toch? Ja, nou, dat doe ik met jouw handjes. Oh, mag dat van mij? Ja hoor. Kijk, alsjeblieft, mag u die in uw tas doen? Kijk. Is on. Ik wil even kijken hoe ik dit weer uit moet krijgen. Ah, kijk. Check, check, check. Ja, dubbel check. Ja, joh. Kan u die ook weer, alsjeblieft. Zo, en dan die daarin. Daarin, alsjeblieft. Thank you very much. Mooi. Mwah. Mooi, dan gaan we nu richting onze locatione, jongens. We gaan naar onze locatione. Zo, moest kijken hoe mooi. Dit is zo mooi. Ik sta gewoon in het water, jongens. Ik sta gewoon in het water. Ik sta gewoon in het water, kijk dan. Ik sta gewoon in het water. Zo mooi. Wauwie. Gaaf, hè? Dat ik in het water sta. Letterlijk en figuurlijk. Yeah. Ik sta gewoon in het water. Hoe mooi is dit? Karen staat in het water. Toen waren we alweer lekker weer thuis. En hij is niet scherp op mij gericht. Scherp? Ja, geen idee. Maar jou, hoor. Wat? Jou, hoor. Nee. Dat vind ik niet. Nee. En ik heb hier een lekkere bolletje voor mijn neus. Ja, een lekker bolletje. Hallo. Hallo. Nou, hij wil niet wat ik wil vandaag nu. Hij wil niet scherp stellen vandaag, .nl. Nu wel. Zo, kijk, een bolletje met kaas. En daar hebben we die. Kijk, en dan ben ik waarschijnlijk dus nu ook weer scherp. Ja, want dat was ik net niet helemaal. Nee, maar dat is nu lekker wel. Zoals jullie zien, lekker bij mama thuis. Ja, met de hondjes. En met Jan van Dam erbij nog. Ja. Hoe heb je het ervaren in mijn auto, schat? Ja, leuk. Vertel het mooie, eens. Mooie auto, je kan rustig rijden. Ja. Je hebt allerlei functies op je bestuur, zeg maar. Mm-hmm. Allerlei functies. Dus mm-hmm. Toeters en bellen, zeg ik dan. Ja. Mm-hmm. Maar doet het goed. Mooi. Goed rijden, rustig rijden. Mm-hmm. Af en toe even op de staart trappen. Ja, maar dat moet ook. Ja, sportief. Ja, sportief. Ja, daarom. Daarom, ja. En dat moet niet. Nee. Dat je een sportauto hebt, die moet niet lui worden. En ook niet lui zijn, die moet je wakker maken. Mm-hmm. En wakker houden. Mm-hmm. Nou ja, jullie horen dat inderdaad. Dus dat heb ik lekker gedaan. Even lekker ook met mijn flippers gewerkt. Maar dat is een hele andere ervaring. Echt zo wauw. Echt top. Helemaal goed. En die twee die zitten nou naar me te staren van... misschien krijg ik nog wel eens wat. Maar nee, jullie krijgen nou lekker niks. Jammer. Nee, jammer hè. Ja, precies. Oeh, ja, heel jammer. Daag. Kusjes geven. Hé? Oh, is zo lief. Nee, niet meer? Dank je. We gaan stoeien. Emmerhout. Ja, Emmerhout. En dan gaan we buiten doen. Ja, dat weet je wel, hè? Buiten wordt er gestoeid. Ja. Ja. Zo'n groot huis heb ik nou weer niet, hoor. Nee, ik bang zo moet ook nog langer mee. Zo dolgraag ook in je bankstel willen hebben, maar dat gaat mam, mama, natuurlijk kan dat wel. U moet gewoon beter zoeken en kijken. Maar ik ben druk bezig op Marktplaats. Ja, maar mam, Facebook heeft ook een Marktplaats. Ja, dat bedoel ik. Dat ja, mama, gewoon daar en inderdaad gewoon op Marktplaats zelf. Ja, nou, ik kijk op Marktplaats van Facebook. Nou, ik zal het u wat laten zien. En dan nog eens bij ruilen of wat. Ik zal u wat laten zien. Ik ga de auto even starten. Ik ga naar achteruit rijden. Helemaal goud, helemaal top. Ja, en jij houdt even je mond. Helemaal goud. Zo, hartstikke fijn. Ja, nou, ik ga dus weer weg bij mama. En Jan van Dam is er nog.
Hè? 1, 2, 6, 18. En lekker naar voren. Dus, nee, Ro en Rodi moeten ook weer straks werken. Het is nu 5:30. Ik ga ook zo weer nog wat eten. Lekker. Dus ik ga nu even weer naar de zaak toe. Oh, zo. Ik moet dat platter hier. Nee, ik ga dus nu weer naar de zaak toe. Dus, ja. Het is om de hoek en bij mama. Dus dat scheelt ook weer, zeg maar. Wat zeg ik? Het is lekker om de hoek. Het is niet zo heel ver. Maar wel lekker even met, de auto. Helemaal goud. Ja. Man. Dus ja, ik ben ook gewoon moe. Dus ik ga ook nog eens even liggen. Ja, boom, man. Als je nog niet moe bent, dan ben ik het nu wel. Ja, zo. Tijdje, Mina. Hartstikke fijn. Dus, ja. Vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, moet je even hier beneden even abonneren. Doe het belletje, want dan blijf je namelijk op de hoogte. Doe het duimpje van omhoog. Dat zou mij weer heel goed helpen. En laat even een leuke reactie achter. Ja, een reactie! Dan krijg jij zeker weer een reactie terug van mij. Ja, degelijk. Dus ja, ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.